Nou, dit is een hele mooie camping. Dit is verrassend. Ja, normaal gesproken zoeken wij in Nederland niet zo op, maar in verband met corona wel. Nou, het ook viel op Deventer. Ik had ergens gelezen dat er een mooie stadscamping was. En dat is alleszins waar. Nou, het is wel overwogen gekozen om hier te staan. En ik moet zeggen, het is me meegevallen. Want je moet toch altijd eerst afwachten hoe zo'n camping het doet. Maar het is prima om hier te zijn. Lekker. En we hebben het weer natuurlijk vanaf tweede Pinksterdag. Het was super. En nu nog. Dus ja, het is hier heerlijk toeven. Nou, we waren vorige week op een andere camping in Limburg. En daar hadden we mensen gesproken dat Deventer zo mooi was. En een hele leuke camperplaats was. Gisteren zijn we naar Gorssel, is een fiets op de fiets dan. En nou via de allerlei wegen. En teruggaande via de Willepse dijk, zeg maar. En daar zijn we heel poos op bezoek geweest, toen weer terug. En toen zijn we naar oude herinneringen van vroeger, waar we gedanst hadden. En dat is in de buitensoos. En daar hebben we gisteren wat gedronken. Dat was ook heel gezellig. We zijn gisteren een eindje met de scooter rondgereden. Toen zijn we naar de binnenstad geweest. En ja, vanwege de coronatijd hebben ze alles perfect geregeld daar met de terrasjes. We hebben een tijd op het terras gezeten en het is inderdaad een heel leuke binnenstad. Een beetje afhankelijk van het weer. Ik geloof dat er... komt de storm inderdaad. Ja, ik geloof dat er veel storm komt. En ja, we gaan vanmiddag gaan we eens de binnenstad van Deventer verkennen. En ongeacht hoe het met die storm gaat, in ieder geval een reden of veel redenen om ook nog eens terug te komen. Weer een fietstocht, misschien vanmiddag even met de fiets weer en dan een tochtje een andere kant op. Ja, er is hier genoeg te doen, dat moet ik echt zeggen. We zitten hier nu te zitten, we gaan straks naar een familielid die in Deventer woont. Die is wat ouder en die heeft in die coronatijd heel erg geïsoleerd geleefd en daar gaan we nou eventjes opzoeken. Ja, de omgeving doet... Te gaan kijken in Twello, hè? Ja. En Twello gaan kijken dadelijk en ja, een beetje rondrijden hier in het mooie gebied. Nou, het is een fantastische stad. Als ik zie hoe dat de binnenstad is, de historische ja, Hanzestad, zeg maar, is echt heel mooi. Er zijn weinig plekken waar alles zo compact is en zo mooi hersteld. Hier vanuit de stadscamping heb je een prachtig uitzicht over de IJssel. Je bent zo midden in de stad en als je de andere kant op gaat, dan ben je midden in prachtige natuurgebieden.